Op de openbare basisschool School 75 in Nieuw-Buinen vierden ze vandaag de Nationale Pannenkoekendag met een speciale pannenkoekenactie. Kinderen uit de bovenbouw bakten vandaag pannenkoeken voor wel heel speciale gasten. We hebben aangegeven, joh, nodig opa en oma uit, maar als je een hele lieve buurvrouw hebt, hè, die ook een ouder is of een kennis, een tante, laat iedereen gewoon vooral komen. En ik denk dat met de 40 ouderen die nu hier geweest zijn, dat we een hele mooie opkomst hebben gekregen. Ja, ik verwacht dat dit mond-op-mond reclame weer oplevert voor de school, maar ook voor het evenement. Dus we zijn heel blij. Ja, de pannenkoeken zijn hard gegaan. Er zijn er eigenlijk nog maar een paar, dus een goed teken. Er wordt goed gegeten. Wat je hier niet ziet, dat zijn de jongste kinderen van de school. Hebben natuurlijk ook aan gedacht. Die hebben ook een lekkere pannenkoek gegeten. Maar dit is wel echt iets van de oudste van de school samen met de oudste van het dorp. Wat vinden jullie van de pannenkoekendag? Ik vind het heel slim, omdat ze dan de oudere mensen die een beetje eenzaam zijn, ook gewoon leuke activiteiten kunnen doen met kinderen. En je hebt je opa meegenomen vandaag, begreep ik? Ja, en mijn oma. Ik denk dat dit echt heel goed is om de samenleving dus bij elkaar te brengen. Dat is echt, en het is gezellig. Dus, en dan wat wil je nog meer met de kleinkinderen erbij? Nou, dan voor opa's en oma's georganiseerd. Ik vind het hartstikke leuk. Is dit je eerste pannenkoek? Nee, de tweede. De tweede al? Ja. Zijn ze lekker? Ja. Wie heeft ze gebakken dan? Nou, heel veel kinderen en ouders. Sommige opa's en oma's kwamen speciaal vanuit de andere kant van het land om met hun kleinkind een pannenkoek te kunnen eten. Ik zat aan de tafel, die kwam uit Borger, uit Stadskanaal en zo. Maar ja, kom ik uit Noordwijk vandaan, dan is het toch een heel eentje verder weg. Ja, ik was hier al van de week. En ga ik morgen weer terug, maar het is ook gewoon leuk. Want je ziet al die kleinkinderen weer eventjes, allemaal leuk. Want er zitten er hier nog twee op school. Nou, dus, en dan hoor ik dit van open dag, want ik zou eigenlijk vandaag naar huis gaan. Ik zei, nou, dan blijven we maar een dagje langer, toch? In verband met de pannenkoeken, heerlijk. En ze waren goed, het is goed geslaagd. Ik vond het een hele leuke actie, alles bij elkaar. Ja, helemaal top. Ik vind dit een hele leuke initiatief, heel leuk. Ik heb er bij ons nog nooit van gehoord, maar het is geloof ik de eerste keer dat zoiets gedaan wordt. Nou, ik vind het schitterend, heel leuk.